weer kijkt naar mijn kanaal Bokado. Ik ben natuurlijk Bo. En vandaag in deze video ga ik iets heel erg leuks doen. Want ik ga namelijk alle frisdranken die ik kon vinden met elkaar mixen. Oh my god, ik heb daar echt super veel zin in. En ik heb hier al een kan. Ik heb super leuke rietjes. En ik heb dit ding. Nou, hier kan ik in ieder geval alle frisdrank makkelijk mixen. Voordat ik daarmee ga beginnen heb ik nog even een hele leuke aankondiging voor jullie. Want op zondag 1 april 2018 kan je mij namelijk gaan ontmoeten. Er is op 1 april namelijk een heel erg leuk YouTube event. En dat zal plaatsvinden in attractie en vakantiepark Slagharen. Het event heet YouTube at Slagharen en er zullen dus ook meerdere YouTubers aanwezig zijn. Waaronder ik. Ik ben er dus aanwezig. En je kan mij daar ontmoeten en een knuffel geven en met me praten, musically maken, foto maken, handtekening, eigenlijk alles wat je wilt. En misschien kunnen we ook nog wel iets heel anders leuks doen, want we zijn tenslotte in een attractiepark. Dus misschien kunnen we wel met z'n allen in een attractie. In ieder geval, het wordt een superleuke dag. En als je daar ook naartoe wilt komen, klik dan even op het linkje in de beschrijving om tickets te kopen. En de andere YouTubers die aanwezig zijn, zullen ook op die website bekendgemaakt worden. Dus ik hoop jullie te zien op 1 april in Slagharen. Lijkt me echt superleuk. Goed, dan ga ik nu beginnen met allemaal frisdrank mixen. Oh my god, ik vind het zo spannend. Heb je er nou al zin in? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nu ook door op het abonneerknopje te drukken hier beneden. En dan ga ik alle frisdrank erbij pakken. Wow, moet je kijken hoeveel frisdrank er staat. Oh my god, het is superveel. Natuurlijk is dit niet alle frisdrank die er te koop is in de wereld, maar dit is wel het meeste wat ik zo ongeveer kon vinden. Ik heb echt van alles gewoon cola, 7-Up, Fanta, verschillende soorten ijsthee, echt van alles. En ik ga alles hier in dit ding doen. Zie je er een naam voor? Ik heb geen idee, maar het is dus zo'n limonade kan en dan kan ik dadelijk met dit kraantje. Auw, kan ik het er zo uit laten lopen? Goed, ik ga maar gewoon beginnen. Ik vind het ontzettend spannend. Oké, ik ga beginnen met de opvallende kleur. Ik heb hier bijvoorbeeld echt een rode drank. Dus die ga ik er gewoon als eerst in doen. Oh, het is natuurlijk ook, in sommige dingen zit een prik. Oeh, wat ruikt dat zoet. Ik ga het even proeven hoor. Oh my god. Dit is letterlijk een snoepje, maar dan in drinken. Oké, ik ga het er gewoon ingieten. Woe! Oh, kijk hoe mooi! Ik denk dat het wel even goed is. Ik kan dadelijk altijd nog wat erbij doen, maar voordat ik dadelijk er te veel in gooi. En dan doe ik nu, ik twijfel even tussen deze en deze, want dit is blauw en dit is groen. Ik doe eerst gewoon blauw. Als het goed is, wordt het dan paars. De assistent moet hem even voor me opendraaien. Oké, nou, dit, ik doe het er gewoon bij. Oké, komt-ie. Oh ja, ik zie al een beetje paars tevoorschijn komen. Oh ja, oh, wat een mooie kleur. Oh my god, het is zo mooi. Oké, het ruikt nu vooral naar dit rode spul. Nu ga ik er dit denk ik bij doen. Dit is cassis en dit is een beetje roodachtig. Dus dan blijft de kleur nog eventjes mooi. Ik wil zo lang mogelijk de kleur mooi houden. Want als ik er zwart bij doe of zo, dan wordt het denk ik niet zo mooi meer. Daar gaat de cassis. Woe! Oh, nou de kleur wordt al iets minder mooi. Maar de kleur is nu eigenlijk gewoon weer rood. Ja. Ik ga nu denk ik voor de 7-Up. Dat is volgens mij gewoon helemaal doorzichtig. Dus als het goed is zou de kleur niet echt moeten veranderen. Komt-ie. Ja, het is helemaal doorzichtig. Ik ga er even aan ruiken. Oh my god. Het ruikt heel erg naar bosbessen. Maar dat komt dan denk ik uit de cassis. Dit is trouwens ook blueberry smaak. Dus dat zijn ook bessen. En dit is frambozen. Nou ja, dat is eigenlijk alles wat ik nu bij je ruik. Vooral bessen. Dat ruik ik. Dus het is tijd voor iets wat helemaal niet met bessen te maken heeft. En dat gaat worden. Wat is dit? Fanta Mezzo. Frisdrank met sinaasappel en cola smaak. Oh my god, dit is sinaas gemixt met cola. Dus het is eigenlijk al een mix. Nou, ik ga het er gewoon in doen. Ik ga het trouwens eerst even proeven, want ik heb dit nog nooit op. Oh my god. Het is letterlijk cola gemixt met sinaas. Ik vind het niet lekker. Wil je proeven? Trouwens, de assistent die jullie soms zien, dat is gewoon Bart. Hoi! Zo, lap, die valt bijna. Wordt lekker? Nou, moi. Het heeft in ieder geval een beetje een bruinig-oranje kleur, dus dat gaat er nu bij. Het zag eruit als plas, maar goed. Het ruikt nog steeds naar bosbessen. Ik ga nu dit er denk ik bij doen. Dit is Fanta Lemon. Citroendrank. Dat ga ik er nu bij doen. Goed, dit gaat erbij. Het is nog steeds gewoon rood. Het blijft denk ik gewoon heel de video rood. Nu is het tijd voor dit. Dit is green tea met mango en kamille. Oké. Ik proef ook gelijk alles even, want ik ken dit bijvoorbeeld ook helemaal niet. Oh, eigenlijk wel lekker. Ik vind alleen de kamille niet heel erg lekker. Maar goed, komt-ie. Nou, ik doe gelijk wel alles erin. Is toch al leeg. Zo, top. Wat heb ik nog niet gebruikt? Dit heb ik nog niet gebruikt. Dit is van hetzelfde merk. En dit is Black Tea Peach Hibiscus. Dat is volgens mij een
Even kijken wat het is hoor. Met thee en hibiscus smaak en met suiker. Nou, fijn. Oeh, deze is heel lekker. Maar hij gaat er toch ook gewoon lekker doorheen. Het is echt, ja, een beetje bruin-roodachtig. Ja, even ruiken weer hoor. Oh, het ruikt naar het riool. Oh, het ruikt niet meer lekker. Nee, het is echt, ik kan het niet echt omschrijven, maar ik ruik een beetje riool en een beetje kots. Dat is het. Heerlijk. Prettig. Ik ga even kijken wat er nog meer... Wat heb ik nou niet gedaan? Cola. Ik ga gewoon cola erbij doen. Daar gaat de cola. Zo. Nou, nog steeds dezelfde kleur. En nu is het tijd voor de green iced tea. Gat voor de dop plakt helemaal. Komt-ie. Nou, dit is weer doorzichtig, dus het gaat niet veel veranderen. Nou ja, wel aan de smaak, maar... Mountain Dew ga ik er nu bij doen. Dat is een beetje, ja, citrus staat hier. Frisdrank met citrus smaak. Nou, dat dus. Dat gaat er ook nog eventjes doorheen. En deze nog. Dit is nog weer een andere Fanta soort. Exotic. Frisdrank met vruchtensappen. Sinaasappel, perzik, appel, passievrucht. Fanta Exotic is wel lekker, maar wel heel zoet. En die gaat er ook doorheen. Oh, kijk die kleur. Dat had ik niet verwacht. Eigenlijk had ik het ook wel verwacht, maar ook weer niet of zo. De normale ijsthee gaat er nog eventjes doorheen. Oeh. Even kijken. De Dr. Pepper. Waar smaakt dit nou eigenlijk naar? Frisdrank met fruitaroma's, suiker en zoetstoffen. Nou, dat dus. Geen idee eigenlijk waar het nou precies naar smaakt. Neem even een slokkie. Oh ja, zo smaakt het. Ik vind Dr. Pepper echt niet lekker. Het is echt snoep in een... vloeistof. Can you handle the taste? Staat erop. Nou nee, kan ik niet. Dus het gaat lekker hier doorheen. Dag. Op zich, de kleur is nog niet zo gek. Ik zou dit bijvoorbeeld nu gewoon zo op een feestje of zo kunnen zetten. En kunnen zeggen van, hey, ik heb hier een lekkere ijsthee. Wil je een slokje? En dan is gewoon eigenlijk alle frisdrank gemixt door elkaar. Oh, die lucht. Oh my god, nou. Het is wel iets minder geworden. Maar het ruikt een beetje ook naar zweet of zo. Het is echt niet echt lekker. Ja, het ruikt naar zweet nu. Heerlijk. Fijn. Ik moet er nog twee doorheen doen. En dat is de Fanta en de Fernandez. En die hebben allebei een hele mooie kleur. Ik denk alleen dat deze kleuren niet echt meer iets gaan doen met dit. Want het is al zo donker. Ik denk niet echt dat het nog gaat veranderen. Maar wie weet, ik ga het gewoon tegelijk erin doen. Komt-ie! Woe! Oh my god. Oké, nou het heeft inderdaad niet echt iets veranderd aan de kleur. Maar het zit er doorheen. Oh my god, alles is gemixt. Er zit heel veel koolzuur in. Er zit allemaal een heel schuimlaagje bovenop. Het ruikt nog steeds naar zweet. Het ruikt ook wel een beetje citrusachtig nog. Ik denk dat er best wel veel dingen met citrus doorheen zitten. Nou, het valt eigenlijk ook wel mee. Maar goed, het ruikt niet heel erg plezant. Oké, ik ga nu nog eventjes roeren om alles goed te mixen. Ook al is het best wel goed wel gemixt. Maar gewoon even voor de leuk. Oh my god. Ik ben zo benieuwd. Oké, ik heb hier een heel mooi rietje. En ik ga een slok nemen. Ik ben er eigenlijk niet klaar voor. Want ik ben bang dat het echt totaal niet lekker gaat zijn. Of misschien ook wel. Oké, jongens. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dit is echt een explosie van smaken in mijn mond. Ik heb geen idee wat ik allemaal proef. Oké, één ding wat ik sowieso proef is dit. Ik weet niet waarom, maar dit is green punch. De smaak, maar ik weet niet. Ik proef dit heel erg, terwijl er niet eens heel veel in zit. Ik proef ook nog wel een beetje iets van bosbessen of frambozen. Dus dat zal misschien dan dit zijn. Maar ook een beetje gewoon Fanta. Ja, er zitten natuurlijk heel veel verschillende soorten Fanta in, maar dat proef ik ook een beetje. Ik vind het alleen niet heel smakelijk. Ik heb eigenlijk geen zin meer om nog een slok te nemen. En ik wil ook niet weten hoeveel suikers en alles er nu bij elkaar zit. Dat is echt waarschijnlijk zoveel. Dit is natuurlijk ook niet echt heel erg gezond om te doen, dus ga dit vooral niet elke dag doen of zo, want ja, dat wil je ook niet, want het is helemaal niet lekker. Ja, wil de assistent nog even proeven? Oh, het is zo zoet. Oh my god. Het zit in je gezicht. Oh, ik schrok me dood. Oh, ik proef die heel erg. Die. Ja, hè? Ja, echt deze, vooral deze heel erg. Deze en inderdaad dit rode spul. Die proef je heel erg. Goed, ik weet niet helemaal precies wat ik ervan vind. Maar wat ik wel vind is dat het niet lekker is. Nee. Het is ook niet heel erg dat ik het helemaal niet wil drinken. Als ik een glaasje bijvoorbeeld op moet drinken, zou ik dat wel doen. Dat zou ik niet zo erg vinden. Maar het is nou niet dat ik denk van, goh, ik neem nog even lekker een slokje. Nee. Dus deze grote bak frisdrank gaat dadelijk lekker de gootsteen in. En dan was dit de video voor vandaag. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En laat even weten in de reacties wat jullie nog meer
meer leuk lijkt om te gaan mixen. Er zijn natuurlijk nog zoveel verschillende etensproducten en drinkproducten. Dus ik kan nog veel meer mixen. Als je nog iets heel graag wilt zien, laat het vooral weten. En doe natuurlijk een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vond. Wil je nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En wil je mijn kanaal abonneren? Klik dan nu op mijn foto hieronder. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een volgende video van mij. Doeg! Mwah!